samenvatting van de Zuidoost-Drenthe Classic. Een UCI 1.2 koers en meteen de vijfde wedstrijd in de topcompetitiereeks, waarbij de eindwinnaar gegarandeerd prof wordt bij Team Roompot. Het regent, maar Jeff Vermeulen lacht. Hij woont in de regio, is topfavoriet en vandaag heeft hij er dus zin in. Om 12 uur precies ging het pak van start voor een koers over bijna 200 kilometer met kasseien. Vrijwel meteen ontstond er een kopgroep, maar het peloton gaf ze weinig ruimte. Na een paar kilometer werden ze alweer ingerekend, maar Nicky Gieskens van Restore Cycling heeft er nog zin in. Hij gaat er alleen vandoor en pakt al snel 20 seconden. Het peloton vindt het prima, want de eerste kasseienstrook is op komst. Na die eerste strook is het peloton uiteengeslagen in meerdere groepen en formeert zich vooraan een grote kopgroep van 24 man. En dan een valpartij achter in het peloton. Geen grote schade, maar het is opletten geblazen, want het is nat, het is glad en iedereen is nerveus. De kopgroep werkt goed samen en heeft een bijzondere samenstelling. Maar liefst 7 van de 8 gestarte renners van cyclingteam Joop Piels zijn vooraan vertegenwoordigd. Een numeriek overtal dat later, zo bleek, in het nadeel van deze groep zou werken, want de verantwoordelijkheid werd bij de mannen van Joop Piels gelegd. Elmar Reinders, de leider in de topcompetitie, overlegt dan even met ploegleider Han Vanholt en dan worden de benen stilgehouden. De kopgroep wordt ingerekend onder leiding van Metec TKH, die maar 2 man voorin hadden, en zo ontstaat er een algehele hergroepering met nog 100 kilometer te gaan. Maar al snel kiezen 5 renners weer de aanval. In de kopgroep zitten Jochem Hoekstra, René Hooghiemster, Rick Gouret, Joris Blokker en Dick Jansen. Vlak daarna sluiten de Belg Jens Gerings en de Duitser André Benoit aan bij de 5. En hier zien we bij het passeren van de vaart dat alle groepen elkaar mooi in het zicht hebben. De 7 koplopers krijgen even een vrijgeleide, maar niet alle ploegen hebben een mannetje mee. Zeg Racing ploegleider Neil Martin, ja, de vader van Daniel Martin, is not amused, want hij heeft niemand mee in de kopgroep. We have to get in these moves, that's the situation, the 7 guys away. One park hotel, dump, baby dump. All the top teams are there, and we're not. Get in the race, yeah? En dan vinden de grote mannen het mooi geweest. Er wordt weer eens stevig aan de boom geschud in het peloton en de boel ligt weer in stukken. Al snel vormt zich een grote kopgroep van 22 man, waarbij 5 man van cyclingteam Joop Piels met onder andere Jeff Vermeulen en de leider in de topcompetitie Elmar Reinders. De koplopers blijven uit de greep van de achtervolgende groepen en dus mogen ze het voor gaan uitmaken. Maar Juri Havik wil het liever niet op een sprint laten aankomen. Hij weet dat winnen lastig is met Jeff Vermeulen en Wim Stroetinga in de kopgroep en dus kiest hij de aanval. Maar Elmar Reinders weet wat hem te doen staat. Benen stilhouden, want Jeff Vermeulen is in aantocht. Juri Havik ziet het, de poging is mislukt en dus wordt het sprinten om de zegen in Nieuw-Amsterdam. En het is Jeff Vermeulen die de favoriete rol waarmaakt. Hij wint de Zuidoost-Drenthe Classic PWZ Zuiderveld Tour. Jeff, dit moet heel veel voor jou betekenen, hè? Ja, dit is heerlijk in je eigen omgeving. Met de mensen die altijd achter je hebben gestaan winnen. Ja, dat is super. Dat is het mooiste wat er is. Maar je bent er ook een tijdje uit geweest, hè? Dit is toch wel even weer een bevestiging dat je nog kan fietsen, hè? Ja, dit is zeker een bevestiging. En daar was ik echt hard naar op zoek. Vorige week was ik heel erg teleurgesteld in Noord-Holland. Want daar voelde ik me gewoon echt heel goed. En heb ik niet een eerlijke kans gekregen om tegen de mannen te sprinten. Ik raakte ingesloten en dat heeft de hele week wel aan me geknaagd. En ik wil gewoon graag weer een keer sprint op en een sprint winnen. En als dat vandaag lukt na zo'n zware koers, dan kan je niks anders dan heel erg blij zijn. En blij moet ook ploegleider Han Vanholt zijn, want de formatie van Joop Piels was in overtal met 5 man in de kopgroep. Genoeg renners dus om de boel bij elkaar te houden. En dat deed ook Elmar Reinders, de leider in de topcompetitie. Ja, ik denk dat ik de finale gewoon zo hard mogelijk weer heb gemaakt. Net als ik altijd probeer. En op een gegeven moment rijdt Havik weg, 1,5 kilometer voor het eind. En ik zag Jeff komen. Dus ik heb gewoon gewacht dat Jeff op mijn wiel zat. En toen zo hard mogelijk naar de finish gereden. En dat heeft geresulteerd in een overwinning. Dat heeft geresulteerd in een overwinning. Top trio, dames en heren. De overwinning ging dus naar Jeff Vermeulen, die rapper was dan oud-prof Wim Stroetinga en de Deen Nicolai Brugner.
En de razendsnelle Wim Struttinga, die was er heel kort over. Ik kwam er gewoon niet over vandaag. Simpel. Wie er ook niet over kwam was Twan Kasteleins. Hij werd zesde, maar mocht net als in de Arno Wallert Memorial naar huis met de titel strijdlustigste renner. Ja, ik weet dat ik in zo'n groep in de sprint tekort ga komen. Dus het is gewoon voor mij zaak om zo vroeg mogelijk weg, of ja, of in ieder geval weg te komen. En dat heb ik vandaag ook weer veelvuldig geprobeerd. Maar dan in de laatste anderhalve kilometer kwam de grote groep weer terug en werd het uiteindelijk nog een sprint. Je moet het tot nu toe steeds doen met ereplaatsen, hè? Maar waar gaat dit naartoe, Twan? Ja, ik hoop toch een keer op die klassieke winst. Twan Kasteleins wint dus het snelle Jelle-pakket voor de strijdlust. En Elmar Reinders blijft stevig aan de leiding in de topcompetitie. Twan Brusselman is nog steeds de leider in het jongerenklassement, maar hij was niet aanwezig vandaag, dus we konden hem niet huldigen. Volgende week zijn we er weer met de Ronde van Overijssel en de Drielandenomloop. Maar wil je de uitslag van deze koers en de standen in de topcompetitie nog eens nalezen? Ga dan naar onze site www.topcompetitie.nu.